In Liemde vond op eerste Pinksterdag de 8e editie plaats van Limousine, oftewel de Liemse muziekscene. En het weer, dat viel achteraf nog best wel mee. Ja, het loopt goed. Het is al toch best wel druk. Beter eigenlijk dan we hadden verwacht, omdat het weer niet zo mee zit. Maar mensen hebben er toch veel zin in. Dus het gaat goed. Het begon een beetje rustig, maar nu komt het goed op gang. Tot hoe laat gaan jullie vanavond door? Tot 11 uur staat het gepland. Meestal loopt het dan iets uit. En dan om 11:30 gaat de bar echt dicht. Dus dat is de planning. Is die lekker, dames? Ja. Wat voor smaak? Banaan en aardbei. Het evenement kan natuurlijk nooit plaatsvinden zonder al die vrijwilligers die voor en achter de schermen hun beste beentje voorzetten. Zit de voorraad? Ga voor 10 minuten. Dit is voor degene die je overal. Is voor jou en mij, want dit is ons moment. En ik heb het last op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld. Ja, heerlijk joh. Lekker. Was je er aan toe? Dat hoort er ook bij, hè? Ja, was je er aan toe? Was ik aan toe? Ja, eigenlijk zag je voor de sociale contacten. Want zonder vriendinnen kunnen hier met die meiden niet lullen. Dus ik denk, ik pak een vriendinnen, dan kunnen we met elkaar even overleggen. En dan wil ik eigenlijk een hapje nemen. Kan dat ook nog dan? En de goeie, hè? Dat doet alles. Is dat de eerste liefste biertje? Nee, tweede. De eerste
wel blonde, alsjeblieft. Maar natuurlijk even dat niet. Komt al het zien, mevrouw van Hek, met haar grote bek, wat ze komen uit het bos. Maar dat maakt niks uit. Wat een soort een mooie stad. Jongens, een warm ontvangst voor mevrouw van Hek. Zeggen waar zijn die handjes? Maar hier zijn ze! We'll be right back.
Lekker rustig nu. Heel kut dansen hoor. Ik kan aan de huftig gaan.